Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Mario Odyssey video. In deze video gaan we naar het Strandrijk. En in deze serie laat ik jullie zien hoe je zo snel mogelijk Super Mario Odyssey uitspeelt. Ik ben geen speedrunner, maar ik geef jullie wel die speedrun tips. Zoals dat je normaal gesproken eigenlijk dit filmpje helemaal doorspoelt. Je drukt op start en je zegt dat hij het moet overslaan. En deze baas hoef je volgens mij ook niet te doen, hier in deze wereld. We moeten zorgen dat we weer 10 manen halen. En de eerste maan vinden we gelijk hier achter ons, daarboven. En daar kan je opkomen door daar te walljumpen. Die duurt heel lang. De meeste speedrunners doen hier een triple jump. Of een backflippy. En dan gaan ze zo en zo en zo. En dan klimmen ze zo dus hier omhoog. Dan gaan ze hier naartoe. Opnieuw een backflippy. Ze gooien cappy daar naartoe. Walljumpy. En dan komen ze dus daarop. Maar belangrijk is dus dat je alles precies op het hoogste punt doet. Dus backflip op het hoogste punt. Cappy gooien. Dan de walljump op het hoogste punt. En anders haal je dit gewoon niet. En je moet ook niet die muur aanraken. Want dat kost je tijd. Misschien werkt het als ik mijn camera zo neerzet. Bijna. Ze doen nog een extra spin tegen de muur aan. Wacht even. Even kijken of mij dat ook lukt. Zoiets doen zij. Ja! We zijn er. Woe! Oké, dit komt echt heel nauw. Het is mij net gelukt. Je zag dat ik ook echt even gefocust was. En ik haalde het net over het randje. Kijk, Mario heeft het er ook zwaar mee. Vervolgens wil je daar over die rand naartoe. Dus we gaan zo, zo. En dan huts. En dan la 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 la. Net iets te vroeg. In ieder geval, je wil door deze warp pipe. Je gaat niet met de slak praten, want deze zit altijd op dezelfde plek. Hij zit ongeveer hier. Let's go. Moentje nummer 2. En terug door de buis. Hé, ik deed eindelijk een keer een rol goed, jongens. Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor mijn perfect rol. Als je de vorige video's hebt gezien, dan weet je dat ik echt niet kan rollen. Oké, de volgende zit hier weer links van. We gaan hier naartoe. Wat ze flatsie. En dan moeten we hier naartoe. Met een backflip kom je in het hoogst. Vervolgens gooi je Cappy tegen de muur, zodat je kan walljumpen. Dat doe je 2 keer. Dan gooi je weer Cappy. Nou ja, weet je wat? Ik ga het wel gewoon proberen. Zo, 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 zo. En dan zo. Nee. Ongeveer. Poging 2. Zo, 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 zo. En dan... bijna. Waarom maken ze dit zo moeilijk? Oké, ik heb het even gecheckt. Het is belangrijk dat je hier ongeveer op het randje staat. Dan ga je zelf daar naartoe springen. Ja, je moet het echt op de perfecte plekjes doen. Dit waren de perfecte plekjes, jongens. Dus kijk vooral waar ik stond als je dit ook wil proberen. Dus even kijken of we deze jump kunnen maken. Zo, en dan... Oh, nee, dit was perfect! Maar ja, zoals alles in deze serie lukt niks in één keer. Oh, man, maar deze was zo smooth. Hier naartoe... Dit was nog smoother. Zie je, de tweede keer gaat het altijd beter. Oké, we gaan terug. Ja, en weer een foute rol. En dan gaan we naar een plekje, naar de volgende maan, die waarschijnlijk ook echt niet in één keer goed gaat. En dat is deze. Je gooit Cappy alvast naar voren en dan... Nee. Dit bedoel ik. Rechtervoor gaan, Cappy gooien en dan proberen om zo min mogelijk te sturen. Ja, en dan daar naartoe heb ik hem in één keer... Heb ik de jump? Nee, natuurlijk niet. maar ik heb wel de maan. Dit wordt geen 1 uur en 12 minuten, denk ik, qua speedrun. Dit wordt eerder een 1,5 uur. Vind ik ook nog snel. Vervolgens wil je dat snelheidsduiveltje pakken en daar naartoe gaan zwemmen. So, what up, my man? What up? Alles goed? Kom hier. Lekker. Kijk, dit was wel een lekkere. Dan hoppakee, gaan we hier naartoe, helemaal hier naartoe. En dan gaan we hier het water in. Hatsen flats. En dan pakken we hier een sheep. Sheep, kom hier. Dankjewel. En nu gaan we lekker veel onderwatermaantjes pakken. De eerste is op de weg terug. Daar naartoe. En dan hier aan de rechterkant ligt een kist. Je schudt even met de controller. En hatsen flats, deze is ook voor jou. De schatkist in het glaspaleis. En ja, dan proberen we hieruit te gaan zonder geraakt te worden. Dat moet wel lukken. Dan zwemmen we helemaal daar naar beneden. Ik wil ook even een tempo maken. Ja, hier naartoe. Tempo. Ja, lekker. Tempootje. En dan hebben we hier de volgende maan te pakken. Verstopt hier tussen het zeewier. Onderwatersluiproute. We gaan door met onze bazen. Cheep. Let's go. Lekker zwemmen. Hoekie om. Hier naar boven. Dan daar naartoe. En dan hier zo. Volgens mij weer. Ja toch. We moesten hier toch gewoon draaien. Oh shit.
Nee! Nee, pak Sheep terug. Ik moest met de controller... Ah, ik moest met de controller draaien. Kijk, dan maken we een stevigere draai. Dat was het natuurlijk. Het gevaar komt van boven. Lekker, de volgende maan hebben we. Als je snel genoeg bent, dan zwemt Plessy hier naast je en kan je gelijk die maan pakken. Maar Plessy is nu al ietsje verder doorgezwommen. Plessy is nu daar zo. Maakt allemaal niet uit. We gaan sowieso de maan bij Plessy ook pakken. Daar is die. Bedankt, Dory. Oh, dit was geen Plessy. Dit was Dory. En het voordeel is als Dory nog een beetje hier aan deze kant zwemt, is dat je ook gelijk hier naartoe kan. Want hier is namelijk ook weer een maantje. Met je controle schudden. Althans, welke was het? Hallo? Welke was het? Was het deze? Hè? Wat? Hier was nog een maan. Ga weg. Lelijkerts. Opzouten. Hier was sowieso een maan. Ja, zie je wel. Waarom had ik die niet in één keer? Ik schudde waarschijnlijk precies op het verkeerde plekje of zo. Of misschien moeten we al die enemies eerst slopen voordat we überhaupt de maan kunnen krijgen. Dat zou ook kunnen. En de allerlaatste maan, die zit hier ook vlakbij. Dus dat is super handig als je zo'n sheep hebt. Dan kan je gelijk al die maantjes gaan pakken. Die zit namelijk hier zo. Je moet hier dit gat door. Lalalala, let's go, let's go, let's go. Lekker zwemmen, hier naar beneden. Huppedupidup. En daar is die al. De laatste maan. Dus ook hier hoef je de eindbaas helemaal niet te doen. Want dat kost veel te veel tijd. Nee hoor, we hebben nu al voldoende manen om naar de Odyssey te gaan. En door te gaan naar de volgende wereld. Maar ik wilde hier gewoon nog even gaan volleyballen, hè, voor de fun. Maar dat kan nog niet, want de volleybal is gestolen, jongens. Dat kan toch niet? Dan moet je eerst de baas slopen voordat de volleybal weer terugkomt. Hallo, heb jij toevallig niet een volleybal te koop voor mij? Nee, helaas. Deze heeft ook geen volleybal te koop. Je hebt wel echt een ziek mooie dinosaurus, jongen. Kijk, kijk, kijk deze gangster dinosaurus. Nou, dat wordt dus niet volleyballen met de slakken, helaas. We kunnen nog wel even deze raket nemen voor de fun. Dit hoef je allemaal niet te doen in een speedrun, maar dit vind ik gewoon grappig. Oh, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel zo grappig vind. Hallo? Vind ik dit grappig? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk wil ik dit helemaal niet. Oh, valt mee. Oké. Wel een beetje ongeïnspireerd level, hoor. Is gewoon zo'n mega groen blok. Wat moet je hier nou mee, joh? Hoe overleef jij dit? Oké, jongens. We nemen de space shuttle. We gaan hier weer weg. Mario is helemaal verbrand. Hij had wel roet op zijn kop. Space Shuttle hype! De nieuwe Apollo! De Apollo Luigi 723. Nou, weet je wat? Volgens mij zijn we wel klaar hier. Tenzij we deze gouden krabben nog even gaan hunten. Kan je die pakken, eigenlijk? Zou je die gouden krabben kunnen pakken? Ja, kijk, dan geven ze een muntje. Nou, anyway, ik ben veel te veel afgeleid, jongens. We moeten de Odyssey weer even fixen. We moeten door naar de volgende wereld. Want we hebben al heel snel genoeg maantjes gehaald in deze wereld. De Piraten Goomba's staan daar op de uitkijk. De Piraten Goomba's waren geen partij voor ons in deze video. En in de volgende video gaan we naar het Kookrijk. En dat wordt wel een wat langere video. Want het Kookrijk is wel echt uitgebreid. Wil je dat zien en wil je iedere dag Nintendo video's? Vergeet dan niet te abonneren en doe sowieso even dat duimpje omhoog. En zet even dat belletje aan, want dan krijg je ook gewoon meldingen en dat soort dingen. Super handig. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!